Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal. Steven, abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een commentaar beneden in de reacties. Alle sociale media linkjes en YouTube staan hier beneden in de beschrijving. Dus ga zeker eens kijken nemen. We gaan de vierde aflevering van Q&A over bepaalde thema's doen. En vandaag is het thema school. Ik heb heel veel leuke vragen gekregen, minder dan de vorige vragen, maar ja, school is niet zo leuk, dus ik snap dat je dan minder vragen gaat stellen. Maar dus de eerste vraag is van, dat weet ik niet, de naam privé te zijn dat ze vragen. Val je op mannen in school? Toen ik op jongens viel, zat ik nog op school, ja. En mijn eerste liefje in school, dat was Stef Welles. Dus ja, ik heb altijd al op mannen gevallen. Ik heb, en niet altijd, ik heb ook nog een meisje gehad voor. Dat ik weer. Voordat ik wist dat ik op jongens viel, was ik ook op een meisje. Hoeveel is 1 plus 1? 2. Dus deze vraag die kreeg ik heel vaak. Precies omdat ik dat niet weet, maar oké. Heb je buzo gedaan? Ja, ik zat op een buitengewoon onderwijs. Dat staat. Ja, buzo staat voor buitengewoon onderwijs. Dus wij zaten op een buitengewoon onderwijs. Dat is voor mensen met een beperking. Dus wij leren ook andere leerstoffen. Wij hebben ook wel heel veel dat wij nog wel uit een gewone school leren. Zoals rekenen, taal. Maar dan makkelijker. Omdat ik en met onze beperking konden wij heel moeilijke dingen leren. Dus ze houden het makkelijk. En trouwens, Elias heeft ook geen buitengewoon onderwijs. Hij zit bij mij in de klas, dus wij kennen elkaar al keer lang. Welk IQ heb je, denk je? Goh, ik weet dat niet. Ik denk een gewoon IQ. Ik zou geen slim IQ zijn, ik zou ook geen dom IQ. Ik zou gewoon ertussen zijn. Dus een IQ ertussen, ja. Wat heb je gedaan tijdens de speelde vroeger in de lagere school? Wat heb ik gedaan vroeger in de lagere school? We hadden go-kart staan. En die go-karten eigenlijk altijd tijdens de school speeltijden. Dus dat was wel leuk, vond ik. En op de schuif afgedeken, ik voetbalde wat. Dus eigenlijk deed van alles. Op welke scholen heb je allemaal gezeten? Is de vraag, je bent de beste, Steven. Ik heb in de Maasbeerse, de Maasbeerse was mijn internaat, de EIPO, de Veerkracht, was mijn opvangcentrum in het weekend. Dan heb ik in de Maaskasterlee gezeten, de Maastielen, de Maastreti en de Maasherentals. Dus ik heb in alle masten gezeten, omdat ze nooit echt de goede school voor mij vonden. En uiteindelijk is dat gevonden hier op de MPI. Maar daarvoor had ik ook een hele goede klas en dat was bij Yves Karin in de MP de Maastielen. Ga je nog werken, Steven? Ik ga om 10:30 beginnen met mijn werk, ja. Was je een ondeugende leerling? Nu dat vraagt eigenlijk wel. Maar ik had ook wel goede momenten, ik had wel ook slechte momenten. Maar daartussen zat soms een ondeugende leerling en dat was ik. Wat heb je gevolgd op school? Ja, eigenlijk, mensen met een beperking kunnen niet veel moeilijke dingen. Dus rekenen, taal, hout, tuin, koken. Die soort dingen. Op welke school zit je of heb je gezeten? Ik heb de laatste school waar ik gezeten heb, is de school in het MPI. Wat volg je op school? Van Joni HX. Ik heb in school met buitengewoon onderwijs gezeten, dus wij hadden eigenlijk makkelijke lessen. Dank u wel, Joni, voor de vraag. Waarom antwoord je geen vragen? Ik heb toch een rare beantwoord. Maar dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je de video een beetje leuk. Laat het dan zeker weten in de comments. Laat ook in de comments weten of jullie het volgende thema misschien eens weten. Laat in de comments weten wat dat volgende thema moet zijn. Ik denk dat ik het al weet. Maar laat het toch maar weten.
Dag. The colors were like my dreams, with golden green.